En hallo mensen, welkom weer terug bij deze nieuwe video. Ik ben weer terug met waar we waren gebleven en we waren beide. Oh, ik moet terug naar binnen, hè, voor die missie opnieuw. Want hier, in de vorige aflevering waren we hier en dan kregen we die scootermissie. En ik denk dat we nou die cutscene in ieder geval dan nog moeten hebben. Weer. But I wouldn't mind taking out a few cruisers, if that's what you're getting at. Never part of a bigger cause, eh, Jack? Fine. I'll take your help any way I can get it. Bring down all five Hellcat cruisers. That should send the Baron a message. Oké, als het goed is hebben we deze cutscene in de vorige episode al gehad, maar ik dacht van ik laat hem nog een keer replayen. Basically, dit is een redelijk simpele missie als je weet hoe je moet spelen. Dit wapen gaan we veel gebruiken hierin, die blauwe, want ik heb een keer gezegd met die auto's dat die blauwe overpowered is. En jullie gaan het nou dadelijk zien, jongens. Die dingen zijn overpowered as fuck, man. Kijk, ik laat jullie wel zien. Dit zijn geen normale cruisers, dit zijn echt sterke cruisers met gekke guns. En die gaan terugschieten. En zoals je al zag, dat kostte me 20 kogels met dit wapen en dat ging nogal snel. Dus dan wordt deze missie in één keer heel erg simpel eigenlijk met dat wapen. En dat is natuurlijk een goed teken aan de ene kant, hè? Want nou is het een heel stuk simpeler. Om natuurlijk verder te komen hierin. Maar het shitty is als je dit. Ja, ik moet hem raken. Ga niet voor mijn neus vliegen dan. Tjus. Kijk, en deze gaan meteen. Die zetten de racer in en gaan schieten op jou. En daarom moeten wij ze ook neerhalen. Want voor de underground is dit nogal onhandig, natuurlijk. Want ze zijn al 5 man deze week verloren. Wauw, ik dacht echt van die gaat omklappen, jongen. In het echt was hij gewoon sowieso omgeklapt. Maar ja, dit zijn vliegende auto's, dat scheelt. Dus dat is een beetje het nadeel. Ik moet eigenlijk even een nieuwe waggie. Oh ja, ik wou net zeggen. GG. Ik zeg net, ik moet een nieuwe waggie. Oké, ik pak deze wel. Ja, ik merkte dat ik nogal slow begon te rijden. Ik zat in fase 3, dus ik dacht van ja, ik moet eigenlijk een nieuwe waggie hebben nu. Maar het nadeel is dat mijn gun nu bijna leeg is eigenlijk. Het is een beetje shit, maar ik denk wel dat ik het kan halen nog hoor, met deze ammo die ik nou heb. Dus dat komt goed. Dan gaan we hier dadelijk even kijken, want ik weet niet precies waar ze nou zitten. Maar die zitten volgens mij op een redelijke afstand. Vanaf hier. Dus, het wordt even high speed chase op hun. Waarom noemen ze dit eigenlijk Sector 5? Hij zegt suspect fleeing. Ik zei suspect, wauw. Maar die turrets, die doen het nog. Maar dat vind ik eigenlijk raar, want die heb ik toch een keer moeten slopen. Hebben ze die opnieuw moeten gebouwd of zo? Oké, nice. Nou maar hopen dat ik het nog krijg met mijn ammo. Die ik nu heb, dat ik dat gedaan krijg. Ah, wauw. Zo chill dat deze nou ongeveer... Yes, we did it, man. Nice. En ik ben nog steeds aan het gokken met de tijden nu, omdat ik het niet meer wil gaan gewoon normaal gaan bedenken. Ik heb in ieder geval eigenlijk weer een nieuwe trofee gekregen, Dogging with the Hellcats. Ik dacht van, ik zeg het wel even, want jullie zien het toch niet. Ja, ik heb ook die thema veranderd of zo van de Hellcat, van de trofees of zo, van meldingen. Als die op mijn scherm komen, zijn ze zwart in plaats van wit. Dat is 10 keer makkelijker, mooier eigenlijk. Wow, waarom zei ik, wou ik zeggen makkelijker? Oké, ik ga wel mijn mooie, ja, hoe noem je het, waveboard. Dus een vliegbord. Maar ik denk dat ik al weet welke missie ik krijg. Het is niet echt iets bijzonders volgens mij, maar ik loop wel even naar binnen. Jack, you've shown your brass and your brawn.
Oh, ik hoop eigenlijk op deze missie. Ik vind dit leuk. Het is mooi. Je moet hierin komen er figuren zeg maar, op schermen en die moet je induwen. Ik was hier vroeg goed in, maar ik weet niet meer of ik hier nou nog goed in ben. Dus dat wordt een vraag. Je denkt nou van woejoe, je moet kei vaak doen, maar op een gegeven moment krijg je meer punten per combo of zo, zeg maar. Dus dat scheelt. Oh, ik zag niet eens dat het. Kijk, je moet gewoon een beetje proberen alles kalm aan te doen aan de ene kant, maar ook weer een beetje snel zijn. Want als je op het moment dat je hiermee te snel gaat doen, dan ga je fouten maken. Wow, zie concentratie op mij. Wow, ik had te vaak geklikt. Shit, ik klikte één keer te vaak. Oh, dit is zo lastig om te concentreren en te commentaten, zo tegelijk met zoiets. Was net te laat met die. Oké, let's go. Ik denk dat ik het wel haal op deze manier hoor, want ik heb misschien wel een paar fouten gemaakt. Vroeger kon ik dus foutloos trouwens, maar ja. Maar ja, als op deze manier haal ik het ook wel, als het goed is. Oké, ik heb ze bijna. Oh, nice. Ik heb het ook gehaald. Ik had er maar 9 gemist. Dus ik had nog best wel een ruime kans met alles raken. Oké, nice. Hij had wel zo graag een glitch effect van het is oud, maar ja, dat hoort volgens mij niet. Dat is volgens mij gewoon een bug of zo, ik weet het niet. Volgens mij hoort het niet, maar oké. Ik heb trouwens bij die episode waarin ik Baron Praxis versla en zo, en heb ik eigenlijk gezegd dat ik dat mijn moeder mij stoorde en jullie hebben er waarschijnlijk niks van gemerkt. Dat komt omdat ik er heel clean uit heb geëdit. Ik zal gewoon even reëel vertellen wat ik ermee heb gedaan. Ik heb eigenlijk werd gestoord tijdens de cutscene. Dus ik was na gaan denken van hoe krijg ik dat er mooi uitgeveegd, zeg maar. Zodat je er niks meer van merkt. En toen dacht ik na en toen dacht ik van, oh ja, als ik nou gewoon een clip van de cutscene van internet afhaal, bij wijze van. Zeg maar in ieder geval het geluid. En ja, ik heb uiteindelijk ook een beeldmateriaal gebruikt. Gewoon puur omdat het gewoon 10 keer makkelijker is. En waarschijnlijk beter synchroniseert dan met het beeld. Anders moet ik dat proberen bij elkaar te gaan sleutelen en zo. En dan wordt het lastig. Dus ik heb dat gewoon een cutscene gepakt. En die heb ik zo clean erin gemerkt. Gebewerkt dat je dat niet eens merkt. Want voor die cutscene werd er een stukje zwart eerst. Voordat die begon of zo. En na de cutscene ook. Dus in het zwarte stukje heb ik dat andere stuk geplakt. Dus ja, dat had ik best mooi eruit kunnen editen. Dat was best simpel aan de ene kant. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat we hier gaan doen, maar oké. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik denk dat ik wel een ideetje heb, maar dat is volgens mij in een andere jack volgens mij dat je dat doet. Dat weet ik niet zeker. Dus ja. Dus ik weet niet of dat komt in jack 2 of in jack 3 dus. Oh, ik zie wel al een lampje omhoog schijnen met hier moet je zijn, dus ja, ik weet niet. Echt niet. Want volgens mij was het lampje hier. Betekent dat nieuwe gun of zo, dat er hier iets ligt. Zou wel mooi zijn.
denk het wel eigenlijk. Oh nee. Het zou wel mooi zijn, maar ja, vast wel te mooi voor woorden of zo. Oeh, dit is wel grappig. Kun je goed gaan hoverboarden hier? Dit is best lastig. Oh, drop the bass. Die had ik best nice gedaan. Waar moet ik nou heen dan? Hier, dat hij open is of zo. Ik denk het wel. Van die Seal of Mar denk ik dat die open is. Dat zijn wel diezelfde deuren als je ziet in Jack 1. Zo mooi, slim gedaan eigenlijk. Want het zijn van precursors en die gaan niet in één keer veranderen. Wow. Oh, wauw. Dat heeft gewoon een doorgang gemaakt. Oh, wauw. Ik krijg ook meteen een nieuwe trofee van No Man's Canyon. Oh, hij zegt toch gewoon thanks to me. Terwijl hij niks heeft gedaan waarschijnlijk. Dan moeten we er hier langs of zo om eruit komen. Denk het wel eigenlijk. Maar hé, nou hebben we wel een nieuwe doorgang. Dat was eigenlijk wel chill eigenlijk. Moet ik hier eraf springen of wat? Wacht, ik denk dat ik ga rollen. Yes, oké. Okay. Dus nou moeten we daarheen gaan en dan weet ik denk al welke missie we daar krijgen, eerlijk gezegd. Dus ja. Skelet ook meteen. Yes, boys. We are going to do this shit. Oké, let's go. We hebben nog niet zo heel veel gedaan eigenlijk. Dus ja, we hebben nog ruim de tijd om er naartoe te rijden. Ja. Dat was lekker rijden. Oh. Overreden in één keer zo. Oké, hier de hoek om. Hier de hoekie om. En het leuke is nou eigenlijk dat die ingang al de hele tijd onder onze neus zat. En dat is wel shit eigenlijk, man. Want de ingang, zeg maar, die was gewoon de hele tijd bij ons gewoon. En dat is wel kut voor iedereen. Maar, dit is een redelijk lange missie, zover ik weet. Dus ik denk dat ik het ga eindigen voor deze episode. Dus. Ik weet dat het misschien nog niet echt 20 minuten in de buurt komt. Ik denk wel iets van 15 minuten, dus dat is gewoon netjes. Maar ik denk dat de volgende episode wat langer wordt, deze missie. Want dit is volgens mij een wat langere missie. Dus ik denk dat ik het moet eindigen. Dus vond je deze video leuk, doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende keer in ieder geval. Tot dan. Peace.